Welkom bij Diversity Stories. Ik zou niet, terwijl Mina de chips zit eten. Oh, ja, sorry. We gaan nog even chips eten, klein moment. Ja, sorry. Dit is een podcast waarin we chips eten. Ja. Moet bang met heel diverse students. Chips. We hebben paprika, naturel en... Geen naturel, dus bolognese. En naturel is wel zelfs cool American flavor. Ever that might mean. Maar in Amerika heet hij dus ranch flavor. Ja. Een stukje cultural awareness. Ja. Over diversiteit gesproken. Chips. Welkom bij aflevering 6 van Diversity Stories. Dit is de laatste aflevering van dit seizoen. Oh. Wij zijn Silas, Nina en Pelumi. Deze aflevering hebben we 4 items. Ja, we hebben in ieder geval 1 aflevering van de namencolumn. Dus daarin benaderen we mensen door interviews over hun naam. Proberen we zo. Dat is als ingang voor diversiteit. Ja. We hebben een aflevering... Oh, we hebben een item dat gaat over pan. Dus dat is een, over de panfeesten. Zeg ik dat goed? Ja. Ja. En we hebben nog een aflevering van Nobody Cares. En nog een bijdrage van mij. Ja, precies. Van jou ook nog. En waar gaat die over? Hele goede vraag. Ja, het gaat erover dat ik vaak over mijn afkomst moet praten. Of over mijn politieke standpunt. En het gaat vooral over hoe ik daarmee omga. Ah ja, dus dat zijn die gesprekken met anderen over dit onderwerp. Leuk. En dat komt later. We beginnen met... Met jou? Ja, met een item van mij. Dus in interviews over namen met verschillende mensen probeer ik het verhaal achter de naam en de betekenis van de naam te komen. En hoe dat in het dagelijks leven geuit wordt. Dus wat is de tolerantie van de maatschappij eigenlijk? En dat, hoe kan je dat misschien zichtbaar maken... door zoiets simpels als een naam. En in deze aflevering gaat het over Ferdi. Ferdi is van Turkse afkomst. Mijn naam is Ferdi Çelik. F-E-R-D-I-C-C-D-I-E, E-L-I-K. Mijn vader is van Turkse afkomst. En hij heet Hasan Çelik. En is op zijn 18e naar Nederland gegaan. En heeft daar mijn moeder ontmoet in Nederland. In het plaatsje Weijen. En... ze hebben 3 kinderen gekregen, waarvan ik 1. Ik ben een nakomeling en ik heb zijn achternaam gekregen, omdat hij natuurlijk Çelik heet. Ferdi hebben zij gekozen, dus mijn voornaam hebben ze gekozen aan de hand dat Ferdi zowel een Nederlandse naam is, afgeleid van Ferdinand, als een echte Turkse naam. En Ferdi is in Turkije een Turkse zanger, Ferdi Tayfur. En ze vonden het hartstikke leuk om mij dus naar hem te vernoemen. Toen we naar de rit van Turkije of van Nederland naar Turkije maakten met de auto om daar naar vakantie te gaan, stond Ferdi Tayfur aan. Ja. Typische Turkse volksmuziek, een beetje de André Hazes van Turkije is hij. Ik denk dat ik lagere school helemaal niet zo, maar ik denk dat we bij begon bij groep 6, 7, denk ik. Dan ben je ook bewust van wie jij bent, meer in de, wat jouw context is. Dat jouw vader komt dus blijkbaar uit het buitenland. Als er dan een soort van pesterijtjes of dingetjes was, dat er wel het verschil, jouw vader heeft een snor en ziet er anders uit dan mijn papa. Dat werd er dan gezegd. Maar ik denk eigenlijk ook stiekem dat
vrienden dat heel leuk vonden, want mijn vader maakte dan Turkse gerechten. En dat kon ik dan meenemen naar het zwembad. We hadden wij een openlucht zwembad. En dat vonden ze allemaal superleuk. Als ik weer eten mee had genomen van mijn vader. Dus dan aten we dat dan gewoon op, weet je wel. En dat vonden ze dan eigenlijk heel erg leuk. Ja. Dus ik denk, ze hebben wel eens geprobeerd, denk ik vroeger om groep 7, 8, dan wel een beetje pesterijen met Turk, Turk hier, Turk dat. En dan zei ik er wel, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk dat je dat zegt. En ik ben altijd wel een hele rustige jongen. Dus ik gaf dan heel duidelijk aan dat ik het eigenlijk niet zo leuk vond. En na 3 keer, 4 keer dat toch nog een keer doen, dan kon ik toch wel vurig reageren. En zei ik van, je moet nu ophouden, want ik vind het echt niet leuk. En dat ik dan iemand dan ook wel tegen de muur drukte, omdat ik dan er gewoon klaar mee was. En dat ik ook niet begreep waarom iemand anders dat zou doen. En als je mij zou zien, dan denk je dat is een Nederlandse jongen. Nee, je zou niet zeggen dat ik... ik denk dat niemand zou denken dat ik Turks ben. Nee, de uiterlijke kenmerken van een Turk, en ook als je vooral mijn vader ziet, dat is toch wel een echte typische Turk met een kebabsnor en een Turks temperament, grote gebaren. Hij kwam als Turk in Nederland. Hij heeft zich echt Nederlands gevoeld op een gegeven moment. Hij praatte alleen maar Nederlands, daarom spreek ik geen Nederlands. Omdat mijn vader vertikte om Nederlands of Turks te praten tegen mij. Terwijl mijn moeder zei, jij moet Turks praten, want anders leert hij die taal niet. Maar mijn vader zei, nee, maar ik voel me Nederlands, dus ik praat Nederlands. Dus hij praatte zelfs Nederlands met een Sallands accent. Dus het is heel grappig. En dus ik heb nooit de Turkse taal geleerd. En toen mijn vader uiteindelijk als een echte Nederlander voelde op een gegeven moment, vervreemde de maatschappij toch wel iets, werd harder en je zag ook meer polarisatie eigenlijk, dus dat die verschillen tussen acceptatie tussen verschillende groepen ook werd steeds ook groter en dat is ook een beetje de tijd dat ik, dat is nu 12 jaar geleden, dus toen was ik 18. Nou ja, toen werd ik ook wat volwassener. Dat ik dat ook begreep wat er gebeurde eigenlijk in de wereld. En dat was ook wel het moment dat ik zag, ik zie mijn vader zich niet meer thuis voelen. En hij werd eigenlijk weer van Nederlander. Zag je dat hij zich wat meer terugtrok en ook steeds meer weer Turks werd. Dat hij ook het verlangen had om Turks te worden. En toen ging hij uiteindelijk ook teruggegaan. En ik zie mijn werk als sociaal werker ook wel als verbinder. Dus daarin, dit heeft niet zozeer met mijn achternaam te maken, maar met mijn achtergrond dat ik heb gezien met mijn vader. Hoe de maatschappij reageert op een Turkse man. En hoe mijn vader als Turkse man reageert op de veranderende maatschappij. Waarin hij als Nederlander toch weer Turks is gaan voelen. En daarin de beslissing heeft genomen om weer terug te gaan naar Turkije. Ja. Dat is misschien wel een soort van katalysator geweest dat ik toch wel iets meer richting het welzijnswerk ben gegaan. Ik zet het in. Want ik zeg eigenlijk nooit. Want als ik mijn naam zeg, Fedicelik of Selik, dan is het nog niet gelijk dat ze denken, bij Selik, want je kan een soort van verschil in uitspraak hebben. Je kan zeggen Selik, of je kan zeggen Celik, of Celik, of zo. Daar zit nog wel verschil in. En ook wat ik wel zeg en niet zeg. Vaak doet de achternaam er niet toe. In bijvoorbeeld, ik werk dus in Heerenveen. Nee, dan zeg ik eigenlijk nooit mijn achternaam. Ik zeg alleen dat ik Ferdi heet en dat ik van het jongerenwerk ben. Maar als ik een groep Marokkaanse of Turkse jongeren zie, dan zit ik het heel doelbewust in. En de vraag is ook altijd, wat je dan krijgt te horen van, spreek je dan ook Turks? En dan moet ik altijd nee op zeggen. Maar dat vinden ze helemaal niet erg. Ze vinden het heel mooi. Ik ben gelijk een grote broer voor ze, een abi. Dus ik word altijd gelijk gezien als grote broer. En ze hebben gelijk heel veel een soort van respect voor je, ook omdat je Turks bent, omdat je van Turks afkomst bent. Ja, dat is het voordeel. Dus daar zet ik het wel in. Dus ik heb vaak beter contact dan mijn collega's met Turkse groepen. Ja. Mijn vader was een van de eerste Turken die in Zwolle ook kwam. Als je hier in Zwolle tegen een Turk zou zeggen dat ik de zoon ben van Hasan Celik, dan weten ze gelijk wie Hasan is. En dan zijn ze gelijk, oh, jij bent de zoon van Hasan. En wat het misschien wel leuk is, jij kwam naar binnen gelopen en je zag die groene poster daarbuiten hangen van GroenLinks. En omdat ik meedoe aan de gemeenteraadsverkiezingen. En mijn vader is natuurlijk weer in Nederland. En mijn vader ging naar de moskee. En toen kwam gelijk een mannetje naar mijn vader toe gelopen. Die zei, staat jouw zoon op de lijst? Ja? Goed, dan ga ik op hem stemmen en dan regel ik nog 40 andere stemmen. Ik denk als ik bijvoorbeeld mijn moeder Turks was geweest,
En dus en mijn vader Nederlands. Dus dat ik dus bijvoorbeeld een Nederlandse achternaam zou krijgen, hebben gehad. Dat het me dus, het stukje Turks wat ik dan nog voel in mij, dat het dus helemaal, of bijna niet, of minder zou zijn geweest. Want het is toch wel, ja, het zit constant in je naam. Dus je wordt er constant inderdaad aan herinneren dat je een Turkse roots hebt. Dus dat is gewoon, dat maakt het wel bijzonder. Ik denk dat het inderdaad anders was geweest als ik die Turkse achternaam niet had gehad. Ja. Dit was het eerste item van deze laatste aflevering van dit seizoen over namen. En nu komt een item van Pelumi. Ja, daar ga ik in gesprek met twee mensen met wie ik een date had. En de eerste met wie ik in gesprek ga is Olivia. Zij had ontzettend veel vragen over wie ik ben, want dat is normaal. Maar zij had zich heel erg gelezen in de Black Lives Matter movement. En daar ging het eigenlijk de hele avond over. En ik merkte dat ik daar heel ongemakkelijk van werd. En later had ik een tweede afspraak met haar. En daar gebeurde weer hetzelfde. En uiteindelijk ging ik best wel weg met een beetje een raar gevoel. En daar praat ik over met Olivia in dit item. Het tweede gesprek heb ik met... Arjuna heet hij. En dat was een ander soort ongemak. We hadden het over muziek. En hij zei dat hij soms wenste dat hij zwart was, zodat hij niet met cultural appropriation hoefde te dealen. Wat heftig. Ja, daar werd ik weer heel ongemakkelijk van. Ja, wat ontzettend heftig. Wat een ongemakkelijke aflevering. Het is een heel ongemakkelijke aflevering. Dus dat ga je niet horen. En ik ben hier met Olivia. Hi, ik ben Olivia. En ik heb jou ook benaderd om te praten. Wat vond je ervan? Ja, leuk. Nee, want je zei een podcast. Ik dacht, oké, leuk. Amen. Ja, leek me gewoon leuk. Ja. Interessant. Ook interessant onderwerp ook wel. Dus ja, leek me interessant. Kan je nog... Want ik had je een bericht gestuurd dat ik graag wilde praten over onderwerpen die ik moeilijk vond. En dat wij daar gesprekken over hadden gehad. Kun je nog herinneren hoe die gesprekken gingen? Of waar ze over gingen? Of wat er gezegd werd? Ja, dat weet ik nog. Ja, inderdaad. Dat weet ik nog wel. Ja, ik vind andere afkomsten en zo vind ik heel interessant. Dus toen ik hoorde dat je zei van ik ben Nigeriaans, ik ging heel veel dingen opzoeken. Dat heb ik altijd met dingen. Als ik iets niet ken of zo, dan ga ik meteen Wikipedia opzoeken, weet je wel. Dus ik had wel dingen met jou erover. En ik merkte inderdaad dat je dat niet echt... Dat je zei van ja, nee, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel met... Dat je zulke dingen zei. En dat ik ze zelfs van ja, shit, zeg ik nou iets verkeerds? Heb ik iets verkeerds gedaan? Dus zulke dingen had ik inderdaad. Ik vroeg... Dat weet ik niet meer. Gewoon iets over je ouders of zo, zoiets of zo. Ja. Zulke dingen. En ik merkte inderdaad wel dat het niet je favoriete onderwerp was om over te praten. Ja. Ja, je had het heel erg over de invloed van mijn afkomst op mijn psychologie. Wat voor jouw vak heel interessant is. Wat studeer je? Verpleegkunde, HBO. Ja. Verpleegkunde. Dus daar ben je ook wel mee bezig? Ja, ook omdat ik gewoon zelf altijd heel erg bezig ben geweest met wat is mijn afkomst, identiteit. Want ik ben niet 100% Nederlands, ik ben half Nederlands, half Pools. Dus ik vond het altijd heel belangrijk, ik vond het altijd heel interessant om met mijn Poolse kant daar heel veel dingen, informatie over te vinden. En gewoon, ik weet niet, veel vragen aan mijn moeder erover. En ik ben heel erg in contact met mijn Poolse roots, vind ik heel leuk. Dus daarom, misschien was het daarom ook dat ik automatisch dacht, oh, misschien heeft zij dat ook met Nigeria. Ja. Dat ik daarom ook dacht van, oh, begin ik daarover, weet je wel. Ja. Ja. Ik weet nog dat ik je probeerde uit te leggen dat het voor sommige mensen heel persoonlijk was. En ja, dat, precies. Kun je nog herinneren? Weet je nog wat ik zei? Ja, je zei zoiets of zo inderdaad van dat het heel persoonlijk was dat je er liever niet over praatte. Toen dacht ik, oh, tuurlijk, ja, dat snap ik, ja, inderdaad. Ja, ja dat ook dat... Ik je interesse wel begrijp. Ja. Maar dat voor veel mensen dat heel confronterend kan zijn. Ja, precies. Op een gegeven moment vroeg je ook, had je niet liever blank willen zijn? Ja, ja. Oh, en ik, ik,
echt die dagen daarna zag ik zo van shit. Want ik ben heel impulsief met praten. En toen dacht ik echt van Olivia, waarom had je dat gezegd? Want het was een heel lang stil. En ik dacht van shit, heb ik iets verkeerd gezegd? Sorry. Ik weet niet, ik vind dat gewoon. Ik dacht, ja, het was gewoon een beetje. Ik merkte dat jij het in ieder geval niet prettig vond. En ik voelde mij heel schuldig over. Ja, zeker. Ja. Want wat was mijn reactie? Want ik probeerde dat wel uit te leggen. Ja. Maar uiteindelijk bleef je wel over nadenken. Ja, want je had het goed uitgelegd. En ik had me ook verontschuldigd, want ik voel me echt schuldig. Maar dagen daarna dacht ik van shit, ik heb echt wel. Dat had ik niet moeten zeggen. Had ik gewoon niet over moeten beginnen. Ja, dat inderdaad. Ja. Had ik echt wel inderdaad. Dus heb ik wel. Want je vroeg van iets van. Ik denk dat je die vraag wel weet. En het was heel lang stil. En toen dacht ik zei iets van. Je vraagt een beetje naar de bekende. Ja, dat inderdaad. Ja. En toen dacht ik echt van. Ja, is eigenlijk ook zo. Ik had er gewoon niet over moeten beginnen. Dat was mijn eerste. Ja, maar is het zo? Had je er niet over moeten beginnen? Dat weet ik niet. Ja. Dat vraag ik me af. Want ik kan ook bij. Want ik kan wel zulke gesprekken hebben met mijn vrienden bijvoorbeeld. Ja. Kan ik heel. Vind ik het niet erg om daarover te praten. Maar het was. Volgens mij was het een combinatie van. Je nieuwsgierigheid, wat ik aan de ene kant wel goed vind, maar aan de andere kant ken ik je helemaal. Nee, precies. Het was echt meteen echt in weding. Ja, waardoor het leek alsof dat de enige deel van mij was die je interesseerde. Nee, dat snap ik inderdaad. Ja, als ik nu zo terugkijk, dan denk ik dat het ook zo overkwam. Maar het was gewoon misschien een onderwerp wat ik gewoon interessant vond. Ja. En dat ik dacht van, dat ga ik inderdaad aan jou vragen. Want ik kom ook uit een omgeving waar niet heel veel mensen POC-mensen zijn van andere afkomst. Dus het was ook wel van, oh interessant, dan ga ik daarover hebben inderdaad. Maar het is, als ik nu zo terugkijk, denk ik inderdaad van, ik had niet meteen zo persoonlijk meteen in moeten gaan. Ja, misschien, ik weet het niet. Ik weet niet waarom ik zo reageerde, want soms reageer ik, kan je daar makkelijk op reageren, op momenten niet. Ja. Maar ik denk niet dat het niet iets is waar je niet over moet praten. Nee, precies. Ja het is misschien omdat het ook misschien een gevoelig onderwerp is of zo. Ja, dus dat eigenlijk inderdaad. Dus ik heb daarna wel heel lang over nagedacht. Toen praatte ik ook een tijdje gewoon niet meer. En toen dacht ik van, het kan gewoon verwaterd zijn. Prima, dan goed, weet je wel. Ik was ook helemaal niet boos of zo, totaal. Ik dacht van, soms is dat gewoon niet zo, weet je wel. Dus dan helemaal goed. Ja, nee, totaal geen no hard feelings, helemaal niet. Dus dat eigenlijk. Nee. Ja. Ja, want ik was zelf daarna ook over aan het nadenken. Omdat ik dat wel vaker heb. Dat als ik dan voor het eerst met mensen afspreek, dat het daar dan over gaat. Ja. En ik ben daar heel waakzaam in. Omdat ik een soort van. Ik bescherm mezelf wel erg tegen mensen. Ja, tuurlijk. Dan doe ik ook. Ja, ik kies heel erg voorzichtig met wie ik omga. Ja. En dan, als ik dan denk, mensen te zijn die ik vertrouw of die wel het best met me voor hebben. Mm-hmm. En dan blijkt er toch iets te zijn waardoor ik me niet helemaal op mijn gemak voel. Precies, en dan stap ik dat je meteen zegt van inderdaad. Dat je alleen maar mensen toelaat die bij je goed bij voelen, dat inderdaad. En op dat moment, zeg maar, ik kan het met iedereen goed vinden. Ja, inderdaad, maar echt die echt, mensen, echt dichtbij komen, dat zijn snap ik heel goed. Niet heel veel. Nee, precies. Dus dat snap ik ook inderdaad, maar misschien omdat ik in het begin ook, we hadden meteen wel, vond ik een klik. Dus misschien dat ik daarom ook meteen zo thuis op mijn gemak voelde of zo. Mm-hmm. Dat ik daarom erover begon ook inderdaad. Maar dat was gewoon iets te ver eigenlijk. Ja, precies. Ik had ook het idee dat. Ik weet niet of je heel veel mensen van kleur kent. Nee, eigenlijk niet. Nee. 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 Dat het daar ook aan lag. Ja. Dat, want je had je heel goed ingelezen. Ja, gewoon omdat ik het interessant vond. Dat vond ik gewoon leuk. Ik volg ook heel veel van die Instagram-account, weet je wel, maatschappelijke onderwerpen en zo. Dat vind ik gewoon heel interessant. Ja. Maar het is soms, ik denk dat het lastig is dan te beseffen dat het verder gaat dan alleen. Precies, wat je tuurlijk. Dat is iemand dagelijks leven, terwijl het niet super. Nee, maar ik het is zo goed. Groot en zo klein als je het maakt. Precies. Maar, en ook als het dan, als je niet vaak iemand als ik precies. Tegenkomt, dat je dan al die vragen dan. Ja, precies, doet. Dat snap ik heel goed. Ja, ik heb dat eerder gehad, dat er een meisje was die mij volgde op Instagram. Ja.
En op een gegeven moment kreeg ik een appje van haar van... Oh. Hey Ploemie, ik ben de laatste tijd heel veel bezig met racisme. Ja. En ik heb daar heel veel vragen over. Oh ja. Zou je die voor mij willen beantwoorden? Ja. En... wow, ik vond dat, zeg maar... Ik word daar bijna dagelijks mee geconfronteerd. Ja, natuurlijk. Ja, dus als ik in een bus zit, dan kan er een verhaal tegenover mij beginnen over Zwarte Piet of zo. Ja, en, oh ja, natuurlijk. Ja, en ik ben niet iemand... Ik wil wel gewoon graag mensen zien als... ik ga er eerder van uit dat mensen goede bedoelingen hebben dan negatieve. Tuurlijk, ja. En ook dat ze meer zijn dan hun vooroordelen. Precies. Dus als je daar dagelijks mee geconfronteerd wordt, dan... het kost mij heel veel energie. Ja, snap ik ook, tuurlijk. Dus ik reageerde tegen haar van dat er ontzettend veel informatie te vinden is op het internet. Ja, maar dat is toch een goede idee. En ook dat ik liever mijn energie besteed aan mensen die ik goed ken. Ja. Ja, want het is niet, zeg maar... Ik ben ook... Ja, het is... Een mens is meer dan een onderwerp die interessant vindt. Ja, klopt, inderdaad. Wat toevallig mee te maken heeft. Maar inderdaad, het is ook zo inderdaad. Maar hetzelfde als je bijvoorbeeld een moeder hebt... en die heeft dan een biracial kind, gewoon, weet je wel... dat we mensen op naar straat komen vragen... oh, is ze geadopteerd of zo? Nee. Dat heeft eigenlijk toch ook helemaal niks mee te maken. Dat ga je toch ook niet aan een random iemand anders vragen of zo? Ja. Ja, dus dat is wel gek inderdaad. Ja, nee, inderdaad. Gewoon, Ik ga in de bus ook niet aan een blank persoon vragen... hey, wat vind jij van de Tweede Wereldoorlog of zo? Ja, is toch, snap je? Dus ik begrijp heel goed wat je bedoelt, zeker, ja. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug of hoe zou je verder willen gaan? Of ja, willen gaan. Ja. Als je... Ja, ik weet het, want alles is natuurlijk anders bij elke persoon. Ja. Maar denk je dat... Hoe kijk je daar nu naar? Dat was gewoon iets waar ik dacht van... gewoon... Want ik weet van mezelf dat ik impulsief ben en soms... dingen eruit flap, laat maar zeggen, wat niet de bedoeling is. Ik had er nu wel echt van geleerd. Ik dacht eigenlijk van, eigenlijk weet ik hier nog heel veel, niet heel veel over. Ik moet, weet je, het is gewoon... vervolgens zou ik daar wel voorzichtiger mee zijn met mensen dingen vragen en zo. Ik heb er wel veel van geleerd. Het was een leerzame situatie. Ja, dat hoeft het niet per se te zijn. Ik snap wel wat je bedoelt. Nee, maar dan weet ik dat voor het vervolg bijvoorbeeld. Nou, niet dat ik dat... Ja, ja, het is bij ieder mens anders. Ik denk precies. Dat het dus gewoon bij iedereen anders. Maar goed, ja. En, ja. Ik hoopte gewoon dat ik jou niet ermee gekwetst had of zo. Dus, Nee. Niet per se gekwetst, wel... Het is vooral vermoeiend. Ja, snap ik. Dus... Ja. Dus eerder dat ik mijn ogen daar voor hol, dan dat ik het... Ja. Daar is nachten aan wakker liggen. Ik vind ik heb altijd het idee dat ik dan mensen iets moet leren. En ik wil. Ja, dit hoeft helemaal niet. Ik wil mensen niet leren. Nee, zij zijn ook ik inderdaad. Ik wil ook gewoon. Ja. Gewoon lachen. En ik vind het niet erg om erover te praten, want er moet over gepraat worden. Dat is zeker belangrijk. Vind ik ook heel belangrijk. Maar niet op een algemene manier. Nou. Nee, precies. Ja. Want je bent niks verplicht aan iemand of zo. Nee. Je hebt niemand iets. Je bent niemand iets verschuldigd of zo, dus dat snap ik heel goed. Wat ik wil bespreken is dat gesprek die we hadden over muziek maken. Mm-hmm. En je had het over je liefde voor Afrikaanse klanken en muziekinstrumenten. Mm-hmm. Want we hadden het over dat gedoe dat er omheen is gekomen of komt of door het... gebruik van andermans cultuur onder de term cultural appropriation. En ik vroeg me af hoe jij daarnaar kijkt. Dat was wel een brede vraag, denk ik. Ja. Persoonlijk denk ik eigenlijk dat... het gewoon heel erg in de westerse cultuur komen heel veel dingen komen uit oorspronkelijk Afrikaans. Ze hebben allemaal Afrikaanse roots. Ja. En... Ik vind dat persoonlijk een hele mooie, ik vind dat daar heel veel mooie dingen vandaan komen. En ik vind het zelf ook heel mooi om me daar aan mee te doen. Door zelf, als wat ik zelf creatief maak of als ik ergens mee bezig ben of iets. Dus het gaat over tekenen, schilderen, maar ook over muziek maken. En heel veel andere dingen die uit de, uit een straatcultuur komen of zo. De blues is natuurlijk eigenlijk ook een beetje een straatcultuur geweest eerst. En daar zijn er heel erg veel dingen op voorgeborduurd. En
die voorborduring, die vind ik zelf heel leuk om daarmee bezig te zijn. En bijvoorbeeld, ik heb laatst bijvoorbeeld gehoord dat er een dat Kendrick Lamar bijvoorbeeld was aangeklaagd met een videoclip die hij had gemaakt met SZA. Dus de videoclip gaat heel erg over Afrika. Yeah. En ergens zijn er dus bepaalde patronen te zien die gemaakt zijn door, toen zij gewoon in de clip te zien. Yeah. Maar er is een kunstenares die maakt diezelfde patronen en die is heel erg geïnspireerd op oude primaire kunst uit. Weet je wie de kunstenaar was? Waar kwam ze vandaan? Ze kwam uit Afrika, volgens mij tenminste. Ze maken patronen, echt oude Afrikaanse patronen, en daar poseert ze zelf bij als model. Yeah. En dat was bijvoorbeeld een gouden of een zwarte achtergrond met gouden figuren erop of andersom. En ik zelf had zoiets van, ja, maar uiteindelijk heeft zij haar inspiratie ook weer van bepaalde culturen uit bepaalde stammen uit Afrika. Dus het is ook niet helemaal haar eigen ding. Yeah. Ik zie het eigenlijk meer als een soort van cultureel erfgoed. Yeah. Waar ze allebei inspiratie uit hebben gehaald. En of het nou de een of de ander daar meer recht op heeft. Ik vind eigenlijk dat dingen als cultuur en kunst, natuurlijk moet je wel, omdat we in een wereld leven waar financiële zaken toch belangrijk zijn, moet je geld kunnen verdienen. Dus snap ik wel dat je als artiest dat je dat natuurlijk eigen wilt kunnen maken. Dat je kunt zeggen, dit is van mij, dit is mijn stukje wat ik heb gemaakt. Yeah. En als je overheen gaat, dan zit je in mijn gebied en dan moet je maar iets betalen of zo daarvoor. Ik vind zelf dat heel erg, als je iets uit, ja, dat eigenlijk dat heel veel dingen, die zijn allemaal zo door de jaren heen ontstaan. Dat het eigenlijk een soort cultureel gemeenschappelijk goed is eigenlijk. Ja, dat zei je de vorige keer ook ongeveer. En toen probeerde ik uit te leggen dat op zich wel een mooie manier is om naar te kijken. Mm-hmm. Maar dat het ook voor mij bijna naïef klinkt. Mm-hmm. Omdat er in het verleden dingen zijn gebeurd. Dus als we het hebben over koloniseren in bepaalde Afrikaanse landen. En waardoor er heel veel culturen zijn weggenomen. Mm-hmm. Dingen zijn zwart gemaakt en afgepakt. En gedaan alsof het verzonnen is door de witte mensen. Daardoor kan ik heel goed begrijpen waarom als mensen dat zien gebeuren. Die nog steeds dat voor hen heel pijnlijk is. Omdat we... Mm-hmm. We doen alsof we daar ver overheen zijn, maar op een manier, als we de credit niet geven aan de mensen die dat echt gemaakt hebben, dan doen we in principe hetzelfde, maar noemen we het nu cultureel erfgoed. Mm-hmm. Ik wil je niet het gevoel geven dat je alleen het juiste moet zeggen, mm-hmm. of dat dit is om je op fouten te betrappen, maar ik wil het eigenlijk echt even hebben over... dat je zei, soms wil ik dat ik zwart ben en dan zou ik racisme voor lief nemen. Ja. Want ik reageerde daar, ik weet niet, kun je mijn reactie herinneren? Mm-hmm. Wat was die? Ik weet wat je bedoelt. Ik bedoelde te zeggen, van ik zou een donkere tint zou ik mooi vinden. Ik vind het mooi om een kleur te hebben. Yeah. Dat is gewoon wat ik fysiek qua smaak mooier zou vinden aan mezelf. Yeah. En inderdaad, tenminste ik vind het ook wel iets hebben om echt te moeten, ja, toch je mannetje te moeten kunnen staan. Yeah. En ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen uit een zwarte cultuur, met een huidskleur bijvoorbeeld, dat echt moeilijk is. Maar ik kan het wel echt prijzen en mooi vinden dat sommige mensen daar echt gewoon voor gaan. Yeah. En Dat zijn echt strijders. En ik noem dat strijders, maar ik snap natuurlijk dat het ook aan de andere kant gewoon echt een onderdrukking is. Yeah. Waar je bovenop moet zien te komen. Maar ik denk dat ik persoonlijk daar wel echt voor willen strijden om die gelijkheid te krijgen. Okay. En dat is heel makkelijk om voor mij te zeggen natuurlijk. Yeah. Dus ik kan het natuurlijk niet weten, maar ik zou het wel heel... Ik vind het wel iets veel moois of zo om echt probeer toch op te komen voor die gelijkheid natuurlijk. Kun je mijn reactie herinneren? Ik merkte dat je wat stil werd. Dat je het moeilijk vond om over te praten. Ja. En wat dacht je toen? Um,
Ik dacht meer dat ik mezelf niet verwoordde op de manier zoals ik dat wilde doen misschien. Dat het daardoor wat heftig aankwam. Ja. Zonder dat dat mijn bedoeling was. Maar ja. ik merk dat nog wel, ja, dat je hem wel echt heftig oppakt. Want ik ben aan het kijken, ik word bijna dagelijks geconfronteerd met zulke dingen. Ja. En mijn eerste reactie is, ik wil naar huis. Ja. Omdat je hebt sommige mensen die daar veel makkelijker over kunnen praten. Mm-hmm. En dat ben ik totaal niet. En omdat het voor mij best wel een persoonlijk onderwerp is. Mm-hmm. En soms vraag ik me af of andere mensen dat weten, dat het best wel heel persoonlijk is. Mm-hmm. Voor ieder persoon met een zwarte huidskleur. Ja. En afgezien van dat het misschien een niet al te genuanceerde zin was, mm-hmm. dat ook heel confronterend is om met mensen over te hebben, zomaar. Ja. Ik denk dat het bij mij er meer aan ligt dat ik met ook de opvoeding heb gehad. Yeah. Waar ik zoveel mensen van verschillende culturen altijd sprak. Yeah. Mensen uit Suriname, mensen uit eigenlijk alle uithoeken van de wereld, door mijn vaders werk. Merk ik dat het voor heel veel mensen, die vonden het gewoon prettig, juist als je er heel, heel luchtig over praat. Mm. Want dan maak je het veel te beladen. Mm. Dus dat is een beetje de standaard die ik eigenlijk altijd heb aangehouden. Ik krijg nooit echt een soort van ongemakkelijke stilte van of zo. Aan de andere kant bijvoorbeeld, ik word ook weer op mijn werk, word ik bijvoorbeeld Jood genoemd door alle allochtone mensen. Daar heb ik helemaal verder niets mee te maken. Yeah. Maar dat zijn ook dingen. En dan lach ik een beetje onder. Van ja, ik snap het wel. Jullie zijn van Marokkaanse afkomst. En ik ben een Europeaan. Doe je ding, weet je. Ik vind dat zelf persoonlijk niet heel erg. Yeah. Maar ik probeer het daardoor gewoon luchtig te houden. Yeah. En ik heb gemerkt dat mijn vader dat voor mij ook aanhield op zijn werk. En daar ook echt de meest gezellige groepen had bij elkaar. Yeah. Dus dat is heel erg zoals ik denk. Zoals ik altijd mijn benaderingswijze soort van heb. Het zie dat ik me niet van bewust ben, hoor. Van, van de dingen die ik kan zeggen waar je mensen mee kan kwetsen. Yeah. Het is meer eigenlijk dat ik merk dat sommigen het juist prettig vinden om er geen punt van te maken. Mm. Of in ieder geval omdat dat hele punt waar je dus inderdaad een gesprek gaat voeren over. Yeah. Die vinden het prettig om dat te vermijden, omdat ze het zelf ook hartstikke eng vinden. Yeah. En ik zou het zelf ook wel moeilijk vinden, want je wil natuurlijk niemand op de tenen trappen. Nee. En dat is ook denk ik heel erg mijn persoonlijkheid. Mm. Dat ik gewoon wil dat iedereen eigenlijk een beetje luchtig, prettig over dingen kan praten. Mm. En denk je niet dat het, omdat jij daar niet direct door geconfronteerd wordt, dat het voor jou een luchtig onderwerp is? Of dat je daar dan luchtiger over kan doen? Ik denk dat ik er sowieso luchtiger over kan doen, maar ik vind het... Ik merk dat, omdat ik zelf wat terugkoppeling heb gehad, dat mensen dat fijner vinden. Als ik bijvoorbeeld minder luchtig zou doen, dan zou ik echt een bom droppen. En dan is het echt van oké, dan wordt het een beetje ongemakkelijk. En dan ga je juist een soort van obstakel creëren wat eigenlijk voor niemand echt wenselijk is. Ja. Dat eigenlijk. Ja. Het komt allemaal uit een plek van liefde en begrip. Mm-hmm. En het willen delen. En daarin benader je zulke onderwerpen luchtig voor jezelf of voor een ander? Nou, ik benader het luchtig omdat ik wil iedereen aanspreken zoals ik zelf ook aangesproken wil worden. Ja. Dus, en ik zie ook verder geen verschil in mensen. Hoe bedoel je? Een politieagent spreek ik hetzelfde aan als een meisje achter de kassa. Ik probeer iedereen behandel ik gewoon gelijk, omdat ik zelf ook gelijk spannend zou willen worden. Jij, ik weet bijvoorbeeld mijn broertje, mm-hmm. Hij zou dat niet kunnen. Mm-hmm. Omdat er sommige politieagenten getraind worden om te profileren. En hij geleerd heeft dat hij moet zichzelf voor zichzelf, voor zijn eigen veiligheid, een soort van onzichtbaar maken. Mm-hmm. En daar zit toch een verschil in. Mm-hmm. Waar niet bij stilgestaan wordt. Dus het feit dat jij dat kan doen is echt super mooi. Wat probeer ik hiermee te zeggen, is dat er voor andere mensen echt hele andere realiteiten zijn. True. En ik vind het
ik vind het persoonlijk, ik vind het super moeilijk om me daartoe te verhouden. Mm-hmm. Hoe zit dat met jou eigenlijk? Nou, ik vind het eerder zelf, zou ik denken dat het eerder racistisch is om mensen met een andere cultuur bijvoorbeeld anders te behandelen. Dat is het natuurlijk ook. Maar dat gaat zowel in positieve als negatieve zin. Ja. Bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld twee zwervers op straat zie en de ene komt bijvoorbeeld vanuit Antillen, de andere is Nederlands. Ja. Dan zou ik niet de een of de ander meer geven of zo, omdat ik denk, als je dan bijvoorbeeld iemand met een buitenlandse achtergrond positiever zou behandelen dan iemand met een Nederlandse achtergrond, dan ben je ook racistisch bezig. Ja, positieve discriminatie inderdaad. En dat is ook voor mij niet. Ik wil gewoon iedereen echt gelijk behandelen. En dan probeer ik gewoon zoveel mogelijk respect voor iedereen te dragen, te geven. Maar dat is ook een beetje doen alsof de problemen in de wereld al verholpen zijn. Ja, maar ik denk weet wel dat positieve discriminatie is niet altijd nodig. Maar bijvoorbeeld in het onderwijs heb je altijd mensen nodig die... Heb je altijd mensen die wat meer hulp nodig hebben dan anderen. En die zouden dat dan ook moeten krijgen. Ja. Zoals dat alleenstaande moeders meer kindertoeslag krijgen. Of op die manier is positieve discriminatie wel belangrijk. Ja. En dit was het tweede item van deze aflevering van Plumie over dates waarin afkomst ineens een rol gingen spelen. En dan nu naar Pan. Pan. Zegt jullie dat wat? Panseksualiteit moet ik dan denken, maar volgens mij is het een evenement. Want Pan met dubbel N is het. Ja, het is met dubbel N. Inderdaad, en Femke Bosma, van die dat item is, die was vroeger altijd op de panfeesten. Ooit van gehoord? Nee. Maar ik ging er wel van uit dat het woord pan wel kwam van panseksueel. Maar is dat dan niet zo? Jawel. Dus, er zijn feesten voor jongeren die, die een deel van zichzelf ontdekken en die dat vieren samen. Mm. En Femke is teruggegaan naar de panfeesten. Ja, waar ze heen ging als tiener en nu gaat ze daar terug heen als volwassene en interviewt ze mensen. Ja, precies. Die dus net beginnen aan dat hele ontdekking. Proces. Ja. Maar ook iemand die Femke kende toen ze jonger was en die daar nu werkt als DJ. Met hem gaat ze ook in gesprek. Klinkt in ieder geval spannend. We gaan luisteren. Ik leefde er dagen voor naartoe en als ik er was, was ik me heel erg bewust van overal van waar ik was. Ik vond het doodeng. Alle jongens waren aan het zoenen en ik dacht echt van, het gebeurt ook. Ja, ik heb een vriend en die is altijd een beetje verlegen om echt helemaal los te gaan, maar hier doet hij dat wel, dus dat is leuk, ja. Ik vond het heel erg eye-opening. Ja. Omdat ik gewoon nog nooit zoiets had gezien. Maar ook heel leuk. Geil en leuk. Ja, superleuk. Je kunt hier gewoon lekker jezelf zijn. Het opende mijn wereld en de hele gay wereld die ik nu voor mijn voeten heb. Het was een beetje een kans om buiten mijn vriendenkring en buiten mijn bestaande wereld iets te ontdekken. Daar was Pan voor, zeg maar. Januari 2017. Van 4 keer geleden was mijn eerste keer. Toen ik in Utrecht kwam studeren, dat was mijn eerste keer.
denk dat ik nog een beetje aan het de kat uit de boom aan het kijken was. Ik dacht, ik ben homo, maar toen, zeg maar, toen ik 16 was, dacht ik nog een beetje dat ik bi was, misschien of zo, wat dan ook. Voor mij was het nog een beetje van half uit de kast zijn. Maar dat is heel leuk, want ik denk dat dit echt een soort van eerste stap voor heel veel, nog een beetje onzeker of misschien nog niet helemaal uit de kast, jongens en meiden is. En dat is best wel mooi. En iedereen is heel open en altijd heel vriendelijk, weet je wel. Het is het meest vriendelijke feest, denk ik, waar ik naartoe ben geweest. Ja, mijn eerste keer toen ik naar Pan ging, ik ging er een soort van als hetero heen. Dus dat is wel grappig. Ik ging met mijn beste vriend, hij is homo. En ik ging toen met hem mee en ik zei gewoon tegen ik ga gewoon mee. Maar die avond heb ik meerdere meisjes gezoend. En toen daarna was het duidelijk. Ik wist het van mezelf nooit echt helemaal zeker of ik op meisjes viel. Ja, ik wist het ergens wel, maar ik negeerde het een beetje. En ja, nu weet ik het gewoon van mezelf, dus ik voel me wel anders. Ja, nu is het gewoon heel fijn. Ja. Ik voel me gewoon helemaal vrij, ja. Ik ben nu DJ bij Pan, dus ik sta achter de draaitafel af en toe. En dan zie je de zaal van de andere kant. En dat is het hele leuke eraan. Want ik voel me nu aan de andere kant van de spiegel. Ik voel dat ik het nu kan observeren en dat ik het toen heb meegemaakt. Ik heb het idee dat iedereen zich hier heel bewust is van hoe ze eruit zien, wat ze projecteren, wat ze uitstralen. Ik denk dat je dat naarmate je meer uitgaat, meer verliest. En dat je dan misschien meer vrijer durft te zijn. Het is heel interessant om al die verschillende mensen hier te zien. En zo krijg je ook inzichten in over wie je zelf bent. En ja, kijk, je moet het eigenlijk niet doen, maar je vergelijkt jezelf toch hier met andere mensen. Van, kom ik ook zo over. Werk ik ook een bepaalde indruk zoals sommige mensen je doen. En dus ja, maakt niet uit wat je daar verder van vindt, maar het is wel heel leerzaam. Als je jezelf accepteert, dan ben je echt al een heel eind. Ik voelde dat Pan heel erg een drempel was om je echt vrij te voelen. Ik voelde me wel vrij, maar pas veel later of dieper in het nachtleven realiseerde ik me wat vrijheid echt was. Dit was Pan. Spannend. Spannend. Slecht. Oké, even kijken. Nu... Het laatste item van deze aflevering. En de laatste keer. Nobody cares. Nobody cares. Ja. Dus nobody cares zijn onze twee Turkse expats. Die bij elkaar komen om als een moderne... Stadler en Waldorf. Te klagen over... Alles. Alles eigenlijk. En in dit geval over... Ja, dit is een gekke aflevering. Item. Omdat ze het hebben over... Metal en Scandinavië. En sectes. Cult. Niet cult. Insecten, sectes. Maar wat kunnen jullie zeggen over metal, Scandinavië en sectes? Mijn Engels leraar op de middelbare school... Kon je jodelen? Nee, was heel erg. Was je van een secte? Into metal. Oh, wat cool. Had allemaal posters in het lokaal en hij zat ook in een band en hij was de zanger en zo. Luisteren jullie metal? Ik weet niet wanneer begint met. Ik vind wel, ik kom wel altijd tijd van Nirvana en Pearl Jam en zo. Oh. Dus dat, maar dat is niet echt metal, grunge. Dus dat telt niet als metal, vind ik. Hm. Waarom vind je dat? Want ik heb bij metal altijd het voordeel dat je
spat lang haar moet hebben en hoe noem je dat? Dat... Hoe? Grommend. Ja, een beetje scream. Wacht. Ik kan niet meer. Flauw. Nou, zullen we gaan luisteren? Liever, ja. Sometimes I feel like a relic for still being a bit of a metalhead. Nobody cares. What we need is a delicious apocalypse. Nobody cares. We are stuck on a piece of rock hurtling through space at 1,000 miles per hour with a finite shelf life full of uncertainties. Join us as we complain our way through the dizziness towards the modicum of joy. Do you know that Iron Maiden is coming to Arnhem again for the second time this year? Are you going? No. How many Iron Maiden concerts can one see? If I had known they would literally play at the venue next door to me twice in 1 year, I would have skipped some of their earlier shows, to be honest. I mean, last time I checked, there was no like set limit, but suit yourself, of course. Really, joking aside, I really sometimes feel like a relic for still being a bit of a metalhead. Metal is still alive in the Netherlands. Yeah. Surprise! Really? They have metal bars, small local groups, wow. Big local bands, concerts, festivals, etc. And last time I was in a metal concert back in Istanbul, it was the saddest week ever. Bald heads, pot bellies, torn apart t-shirts from the 90s. Yeah, time seems to have taken a heavier toll on the guys. I mean, I might not look as slim as I used to, but at least I still have all my hair. Hell yeah. And here the crowd is more mixed. Young, old, pink skirts, business suits, whatever. Yeah, do you remember the Blind Guardian show with all the robes? Do you remember that I read the coffee cup of the Therion girls? I remember mostly the drummer who, like, despite his disappointment after finally realizing I had a boyfriend, gave me his drumsticks anyways. I remember the roadies and the bass players personally. Our past days of glory, chasing mages and Vikings. Yeah, we had an unhealthy fascination with everything Scandinavian back then. Like, going so far as to think that all their men were either blondes or redheads, averaging like 2 meters, etc. Now I'm thinking it's not so different than their perception of us before internet, like riding camels and speaking Arabic. Yeah. The original Orientalists probably like never imagined they too one day would be exorcised. A British accent, much sexy. Dutch design, such function. French style, wow. I read like Andersen's tales as Europeans must have read the Arabian Nights, which was originally titled 1001 Nights, by the way. Right, yeah. But I read it like with wide-eyed wonder. It's actually so easy to get lost in written words or works of art evoking such feelings, you know, never really turning a critical eye on them, accepting the artistic biases as given. Well, like, you know that I hate humans, including myself, and humans are wired to be so nasty that one sees the other as lesser and thinks that they have right to abuse, use, own, I don't know, change or demolish. Not only humans towards humans, but humans towards everything. I hate the way how we center ourselves in the middle of everything. Yeah, you kind of went off the deep end here. Oops. I'm having the pens. I can't even also. Oh, so shall we continue to speak about robots or aliens? Well, we could always talk about cults, I guess. Yes, of course, always. I recently watched the documentary, Wild Wild Country. Did you see that one? I haven't watched it yet, but you know that I can't comment on anything like without even seeing it. Yeah. Do you know that... About the cults, I really want to be that brainwashed sometimes. I mean, think about it. If I believe that the Earth is flat or there lived a dictator of the Galactic Confederacy who 75 million years ago brought billions of his people to Earth in DC-8-like spacecrafts and stacked them around volcanoes and killed them with hydrogen bombs, and things would have been easier. You know, do you understand what I mean? It's such a comfort to be able to stay that ignorant, clueless, and I don't know, happy? Yeah, I guess. But somehow, I don't think we're, like, cult material. We
probably get booted on the first day. By the way, which cult was about that documentary you told about? It was about Osho's years in Oregon. Oh, interesting. I have to see it, yes. And think about it. What if it was true, you know? What if it was true? What if any of those claims were true? I would like to see that coming out. I mean, it would have been a delicious apocalypse. I mean, you do sound rather apocalyptic today. Is there like a special reason or is there a special occasion? I don't know what's wrong with me. Maybe I'm in depression or, as they like to call it here, a burnout. We never had such opportunities back in the old country, but here it's an acknowledged fact. You can have a burnout. You can have a depression. Mental health awareness. Yes, and also, you know, there's this thing called mental health break. You can skip work just because it's sunny outside. Really? And because you need it, and I love it. Maybe we should do that too, you know? Just do that. Let's go. Let's cut here and go out and just enjoy the sun. Let's go to the park. This is also Aksu, up-and-coming complaint master of Arnhem and SOTA troubleshooter. This is Zaida Fürstenberger, she who is doomed to weird names and the resident crone of southern Germany. Signing off until our next anxiety attack or whatever. Nobody cares. Dan moeten we afkondigen nu, dat geheel. Ja. Dit was Nobody Cares met hun laatste item. En het is ook de laatste aflevering van Diversity Stories. En dat vind ik persoonlijk heel jammer. Ja, maar we kunnen natuurlijk nog zelf doorgaan, hè? Dus jij kan nog meer op date gaan en diverse verhalen binnenhalen. Tweede seizoen. Misschien. To be continued. Nou, we moeten in ieder geval ook in deze aflevering, zo verdrietig het ook is, mensen bedanken. ATES Diversity Stories is dus een initiatief van Studium Generale ATES. En in deze aflevering speciaal dank aan Silas Neumann, Bloemi Adeyumo, Femke Bosma, Azu Aksu, Sahide Fürstenberger en Dennis! Oh ja, Dennis. Hebben we helemaal nooit gezegd, hè? Dennis. Onze hulp. Geluidsman, editor, you name it. Silas, wil je nog één keer grunten? Moet ik nu nog een keer? Ja. Als afscheid? Ja. Mag ik tekst grunten? Geef mij tekst om te grunten. Diversity Stories. Diversity Stories! Ja. Voor alle informatie van iedereen die mee heeft gedaan, kijk in de show notes. Als je wil, mag je een review achterlaten op iTunes. Maar ik vind dat heel irritant, dus laat me. Nee, maar als je echt super enthousiast bent, dan moet je dat zeker doen. Ja, precies. Stalk ons niet. Ja. Afscheid nemen blijft lastig. Ja. Ga gewoon een beetje uitrekken. Dus wat heb je gedaan vandaag? Nee. Zoveel uitrekken? We gaan chips eten. Ja. Wij waren Silas, Nina en Bloemi. Dag, tot ziens. Dag. Hold on. Wait a minute.